Goedemiddag en van harte welkom. Ik ben benieuwd of ik goed te verstaan ben. Misschien kan je in de chat even laten weten of je mij kan horen. Dan weet ik dat alles het doet. En dan kunnen we zo gaan beginnen. Daniel zegt, hey Harm, klinkt goed. Kijk, dat is in ieder geval een mooi bericht. Dan werkt het in ieder geval allemaal. Dat is natuurlijk altijd heel belangrijk. Dus leuk dat je erbij bent, Daniel. Super. Dus we gaan even kijken of ik nog meer. Ik zie steeds meer mensen binnen druppelen. Inderdaad, Tom zegt goedemiddag allen. Dankjewel, Tom. En Machiel zegt goedemiddag allemaal. Nou, volgens mij gaat het helemaal goed komen. Zullen we hier eventjes checken. Ja, volgens mij gaat het helemaal goed. Christophe, goedemiddag allemaal. Leuk ook dat je er bent. Christophe, van harte welkom. Nou, volgens mij werkt alles. Dus dan gaan we even schakelen naar mijn presentatie en dan gaan we maar gewoon beginnen. Welkom bij deze webklas en goed dat je hiervoor hebt aangemeld. Mijn naam is Harm van Wijk en vandaag laat ik je zien hoe je dezelfde resultaten kan behalen als professionele beleggers. Dus zonder zelf het zware werk te hoeven doen. Nou, tijdens deze webklas laat ik je zien hoe je de duurste fouten bij beleggen vermijdt. En dus wil je quality time kunnen doorbrengen met je familie en je vrienden zonder risicovolle investeringen te doen, die zelden de moeite waard zijn? Nou, leer dan deze drie geheimen. Mijn doel voor deze presentatie is om twee typen mensen te helpen. Dus voor de beginners om te laten zien hoe je geld kan verdienen met aandelen en opties, zonder zelf te hoeven beleggen. En voor de meer ervaren beleggers hoe je een hoger rendement kunt behalen met beleggen door gebruik te maken van de expertise van specialisten. Nou, wie wilde weten hoe je een mooier rendement kan behalen door gebruik te maken van bewezen, succesvolle strategieën, volledig op de automatische piloot? Laat het eventjes weten in de chat alsjeblieft. Hans zegt ook goedemiddag iedereen. Van harte welkom Hans. Ook leuk dat je erbij aanwezig bent. Nou, wanneer het tot het einde blijft, ontvang je van mij een geheime link waarmee je deze presentatie kan downloaden. En ik beloof je dat dit de moeite waard is. Chris zegt ik en Machiel zegt ik, hallo Harm, dit is een andere methode dan een trainer vergeten. Het is wel dezelfde methode, alleen op een andere manier uitgevoerd. Je hoeft namelijk zelf niks meer te doen. Dus dat is in ieder geval ook een optie, mocht je dat in ieder geval willen. En Chris zegt ja, via BFM en Phoenix, klopt, helemaal. En Lilian zegt goedemiddag allemaal, van harte welkom Lilian. En Machiel zegt dat is geweldig natuurlijk, haha. Ja, dat lijkt mij in ieder geval ook, maar oordeel vooral gewoon zelf aan het einde van deze presentatie. Je vraagt misschien af waarom ik gekwalificeerd ben over dit onderwerp te praten. Mijn naam is Harm van Wijk en ik was betrokken bij het opzetten van SNS Fund Coach in Binkbank. En bij het opzetten van de beleggingsheffing van SNS Bank en DFT.nl van de Financiële Telegraaf. En ook was ik nauw betrokken bij de introductie van de turbo's van ABN AMRO. Ik merkte echter dat particuliere beleggers hier toch niet mee geholpen werden. 90% van de particuliere beleggers verliest structureel geld. Zo las ik in het onderzoek van de Universiteit van Maastricht. Nou, ik besloot om ontslag te nemen en me te gaan richten op het helpen van particuliere beleggers om geld te verdienen op de beurs. De klanten van Alex verliezen gemiddeld 1,76% per maand. En het feit komt uit een onderzoek van de Universiteit van Maastricht onder 70.000 klanten van Alex. 90% van de particuliere beleggers verliest structureel geld dus. Kijk, Milind is er ook bij. Van harte welkom, goedemiddag. En Edith zegt ook goedemiddag, super benieuwd. Nou, ik zou zeggen, dat is denk ik ook wel terecht. Beleggen dan maar uitbesteden aan fondsmanagers. Nou, een onderzoek door S&P toont aan dat 80-90% van de fondsen de index niet verslaat. Keren op keren zien we dezelfde conclusies. 94% van de fondsen doet het slechter dan de S&P 500. Vanguard concludeerde na een uitgebreid onderzoek in 2007, de top 4% behaalde een plus van 0,6% per jaar boven de index en de overige 96% van de fondsen behaalde gemiddeld min 4,8% minder dan de index. Nou, bizar toch? Dus waar de particuliere beleggers in 90% van de gevallen niet succesvol zijn, wordt het alleen maar erger wanneer je gebruik maakt van fondsmanagers. Je komt dus van de regen in de drup. Nou, de reden overigens is dat fondsen vaak in de buurt willen blijven van de index. Nou, als de markt stijgt, dan willen ze niet achterblijven. En als de markt daalt, nou, dan kunnen ze zeggen dat ze daarom geen rendement hebben gemaakt. Ze halen dus hetzelfde resultaat als de index, maar rekenen gemiddeld tussen de 3% en 5% aan kosten per jaar.
En daarom kunnen fondsen de index nooit bijhouden. Nou, stel je voor dat je een systeem zou hebben waarmee je sinds 2007, dus voor de kredietcrisis begon en de AEX halveerde, je per jaar gemiddeld 20,2% rendement zou hebben gehaald. Nou, vergelijk eens met het rendement dat je zou hebben gehaald als je de AEX zou hebben gevolgd. Nou, hoe zou je vermogen er dan nu uitzien? Nou, ruim 300% in plaats van nog geen 50% rendement met de AEX-index. Nou, wat zou dat betekenen voor jouw pensioen? En wat zou je dan extra kunnen doen? Nou, hoe haal je dan dezelfde resultaten als professionele beleggers? Dus zonder zelf het zware werk te hoeven doen. Nou, in deze webklas ga ik je dat onthullen. Naast aandelen heb ik veel gedaan met opties. Ik was bezig met strangles, broken wing iron butterflies, iron condors. Ik schreef opties, dekte die weer af met gekochte opties. En als de markt weer steeg of daalde, dan stuurde ik bij en bouwde ik de posities steeds verder uit. Ik gebruikte speciale software om deze posities te monitoren. Maar ontdekte dat dit niet alleen heel veel tijd kostte, het kostte ook heel veel stress. Nou, wat nu als ik een professionele optiebelegger zou kunnen volgen en dezelfde resultaten als de professionele optiebeleggers kunnen behalen? Nou, Herbert Robijn is zo'n professionele optiebelegger. Ik ken Herbert Robijn al vele jaren. Herbert schreef diverse boeken over opties, houdt zich al vele jaren bezig met het ontwikkelen van software voor opties. Herbert begon in de jaren 80, toen hij nog op school zat, met het programmeren van de optiehandel. En al snel had hij zijn eigen bedrijf, dat in de jaren 90 uitgroeide tot softwareleverancier van optiehandelaren, marketmakers en vrijwel alle grootbanken in Nederland. Herbert ontwikkelde slimme algoritmes, waarbij het systeem de beste opties selecteert en deze posities vervolgens bewaakt. Deze handelsrobots die handelen zonder emotie, dus puur op ratio. Er scheelt dus niet alleen heel veel tijd, maar ook heel veel stress. Nou, het enige dat je hoeft te doen is jouw rekening te koppelen en je krijgt vervolgens dezelfde resultaten als de professionele belegger. Nou, ik was een belegger die geld probeerde te verdienen met opties. Ik wilde bewezen strategieën gebruiken, zodat ik niet zoveel tijd aan opties hoefde te besteden. Ik wilde mijn gezin kunnen onderhouden en mijn kinderen alles kunnen geven wat ze nodig hebben. En ik wilde een pensioen opbouwen en een extra inkomen genereren. Maar het punt is dat ik gemiddeld maar een paar honderd euro per maand verdiende en vaak verloor ik zelfs geld. En dat betekent dat ik mijn gezin niet kon onderhouden van mijn vermogen en mijn kinderen niet alles kon geven wat ze nodig hadden. Laat staan een pensioen opbouwen of een extra inkomen genereren. Nou, om het nog erger te maken, ik voelde me verschrikkelijk omdat ik veel tijd en energie besteedde aan opties. En ik voelde me nog slechter over de situatie omdat ik soms veel geld verloor met opties. Nou, ik voelde dat ik faalde als vader en als echtgenoot. Het probleem was dat ik verondersteld werd een slimme man te zijn die naar de universiteit ging en afstudeerde als econoom. Wat betekent dat ik me vreselijk voelde vanwege de pijnlijke ervaring dat ik geld verloor toen de aandelenmarkt instortte. Wat mijn vermogen aantastte waar ik hard voor had gewerkt. Nou, toen, als bij toeval, gebeurde er iets. Toen sprak ik iemand die optiealgoritme gebruikte over het gebruik van computers om een constante inkomstenstroom te genereren. Ongeacht of de aandelenmarkt op of neer ging. Nou, het werd mij glashelder dat ik computerprogramma's moest gaan gebruiken om kansen te breken, omdat ik zag dat ik geld kon verdienen met optiealgoritmen. Ik heb ook geleerd dat mensen de computers niet kunnen verslaan met opties. Je moet computers in plaats daarvan het zware rekenwerk laten doen. Gevolg hiervan, laat ik de software dus de meest winstgevende transacties genereren. En nadat ik dat had gedaan, begon ik me weer ontspannen te voelen. Plots behaalde ik een beter totaalrendement en verlaagde ik mijn risico. Ik realiseerde me dat het geheim om geld te verdienen met opties, het gebruik van statistiek en number cruncher was om de markt te verslaan. Mijn plan was om verschillende algoritmen voor opties te gaan ontwikkelen. Dus begon ik de aandelenmarkt te analyseren en verschillende strategieën te testen. Maar daar stopten we niet. Vervolgens hebben we de beste combinaties van verschillende aandelen en optiestrategieën onderzocht. Daarna heb ik een boek geschreven over de manier waarop de strategieën werken, omdat je het moet begrijpen om er echt op te kunnen vertrouwen dat het systeem voor je werkt, omdat de markt nu eenmaal ups en downs heeft. Maar er was nog een probleem. Verschillende beleggers hebben verschillende risicoprofielen en bedragen om te investeren. Nou, we besloten om verschillende combinaties van verschillende aandelen en opstrategieën te onderzoeken en verschillende portefeuilles te ontwikkelen en om particuliere beleggers te laten zien hoe je die strategieën kunt kopiëren. We kozen ervoor om het de BFM-portefeuilles te noemen. We dachten dat als we iets konden maken dat het mogelijk zou maken om mensen te helpen om aandelen en optiealgoritmen te kopiëren, door simpelweg hun account aan deze accounts te koppelen,
we dan heel blij zouden zijn. Na vele maanden testen, tweaken en lange dagen testen van alle aspecten die nodig waren om deze strategie te combineren, hebben we de BFM-portefeuilles gecreëerd. Ik kan u iedereen laten zien hoe je geld kunt verdienen met aandelen en opties zonder de algoritme zelf te programmeren. We zijn toen begonnen om andere beleggers gebruik te laten maken van de BFM-portefeuilles. En als resultaat van dit alles hebben we het volgende kunnen bereiken. We hebben nu honderden beleggers geholpen om hun portefeuille te koppelen, zodat ze kunnen profiteren van verschillende aandelen en optiestrategieën zonder zelf het zware werk te hoeven doen. Na het creëren van de BFM-portefeuilles was ik niet alleen in staat om een eigen inkomstenstroom te bouwen, om mijn financiële vrijheid te werken. Ik ben ook in staat geweest om minder tijd te besteden aan beleggen, omdat we nu de computer het zware werk konden laten doen. En uiteindelijk betekent het alles dat ik nu voor mijn gezin kan zorgen en me nooit zorgen hoef te maken over mijn beleggingen. Nou, niet alleen behaalde ik zo'n hoog rendement met een laag risico, het gaf me ook veel meer rust, omdat ik deze opstrategieën niet meer zelf hoefde te doen. Dus ik kon gaan focussen op mijn gezin en de dingen doen die ik leuk vind, zoals bezighouden met mijn gezondheid en het volgen van trainingen. We ontwikkelen dus diverse modelportefeuilles die bestaan uit diverse aandelen en optiestrategieën, diverse bedragen en diverse risicoprofielen. Hier zie je bijvoorbeeld de portefeuilles met 100.000, 250.000 en 500.000 euro. Hoe groter het vermogen, hoe meer we kunnen spreiden en hoe lager het risico natuurlijk. Alle modelportefeuilles behalen een veel hoger rendement dan de AEX-index. De modelportefeuilles starten al vanaf 10.000 euro. Hier zie je bijvoorbeeld de ontwikkeling van een portefeuille met Amerikaanse aandelen in combinatie met opties met een inleg van 25.000 euro. Ook hier dus een veel hoger rendement dan de AEX-index. Dat komt onder andere dus door het uit de markt stappen tijdens dalingen, zoals bij de kredietcrisis. Nou, dat doen we door trendvolgend beleggen. Nou, ik kom er zo nog op terug, maar je ziet dat we hiermee over de afgelopen jaren gemiddeld 21,6% rendement hebben gemaakt. Nou, niet verkeerd toch? Nou, na meer dan 30 jaar beleggen ben ik tot de conclusie gekomen dat optiebeleggen niet voor iedereen zomaar geschikt is. En als je de beste resultaten wilt, kies dan voor een specialist en niet voor een generalist. Als je bijvoorbeeld gezondheidsproblemen hebt, dan wil je toch ook liever door een specialist geholpen worden met passie voor zijn vak, dan door iemand die van heel veel zaken maar een klein beetje weet. En dat je beter kan beleggen op basis van een bewezen strategie en niet op basis van emotie. Emotie zet je altijd op het verkeerde been. En dat blijkt wel uit de cijfers. 90% van de particuliere beleggers is niet succesvol. En als derde, spreid over verschillende bewezen strategieën in plaats van alleen te spreiden over aandelen. Met name strategieën die het goed doen in verschillende markten. Dus een strategie die het goed doet in de zijwaartse markt, combineren met een strategie die het goed doet in een markt die in een trend zit. De beste en makkelijkste manier om dit te doen is door één klik algo trading. Dus koppel je rekening aan die van een professionele belegger en behaal dezelfde resultaten als deze professionals. André zegt nog goedemiddag van André. En Tom zegt grafiek 500k was lager dan 250k. Hoe kan dat? Goeie vraag. Dat komt omdat we bij de 500k gekozen hebben voor een lager risico. Dus meer ook gebruik te maken van ETF's. En dat zorgt ervoor dat het risico lager is. Maar je kan er ook voor kiezen om te gaan voor een hoger rendement. En dan kan je dus gewoon twee keer de 250.000 volgen. Dan heb je dus een hoger rendement. Maar ook een iets hoger risico. Dus wat je zou verwachten vanwege de spreiding, zegt Tom. Klopt. Ja, maar we hebben dus geprobeerd verschillende risicoprofielen op die manier dus te maken. Afhankelijk van wat bij jou past. Goeie vraag. Nou, ik ontdekte dit overigens op de moeilijke manier, maar jij mag afkijken en het op de eenvoudige manier doen. Nou, de drie geheimen van beleggen zijn geheim nummer 1, de 7 stappen die je moet zetten om van een passief inkomen te kunnen genieten. Geheim nummer 2, de nummer 1 reden waarom de meeste particuliere beleggers niet dezelfde resultaten zullen behalen als professionele beleggers en wat ze daaraan kunnen doen. En geheim nummer 3, hoe ethisch te kopiëren van andere succesvolle beleggers. Nou, geheim nummer 1, de 7 stappen die je moet zetten om van een passief inkomen te kunnen genieten. Het idee is dat je het spoor volgt van de grote investeerders, de grote olifanten. Laten zij het zware werk maar doen. Nou, dit systeem bestaat uit 3 stappen. De eerste stap is het analyseren. Stap 2 bestaat uit het kopen. En stap 3 bestaat uit het verkopen. Dit proces beschrijf ik ook in mijn boek in 10 stappen succesvol beleggen. Die 3 stappen bestaan weer uit substappen, dus samen 7 stappen. En in mijn boek behandel ik nog 3 stappen die voorafgaan aan dit proces. Zoals doel, mindset en kennis. Zodat in dit boek
de 10 stappen zijn opgenomen. Nou, de substappen zijn 1. Kies een kansrijke markt. En stap 2. Filter vervolgens de aandelen met behulp van een objectief bewezen succesvol systeem. Nou, samen volgen deze twee stappen dus de analyse. Nou, dit systeem werkt niet alleen voor mij, maar ook voor mensen die mijn systeem volgen. Dit is bijvoorbeeld Wil Boegholtz. Wil die schreef, dankzij de methode van Harre van Wijk weet ik elke week precies welke aandelen ik moet kopen of verkopen. Wil heeft jaren gewerkt binnen de energiesector. Hij weet dus exact wat hier speelt. Nou, hoe kijk jij aan tegen de toekomst van energie? Hoe zie jij de toekomst van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld kernenergie? Nou, hoe kijk je aan tegen duurzame energie? Wat zijn de mogelijkheden voor opslag, bijvoorbeeld met accu's? Nou, we lezen de laatste tijd ook veel over de prachtige toekomst van waterstof, toch? Wat vind jij van waterstof? Nou, misschien heeft waterstof wel een mooie toekomst, maar als je een paar jaar geleden was ingestapt in bijvoorbeeld Bloom Energy, dan was je een groot deel van je geld kwijt. Nou, inmiddels is het koers natuurlijk weer spectaculair gestegen, meer dan 1000% binnen een jaar. Of wat dacht je van de koers van Fuel Cell Energy? Als je 20 jaar geleden was ingestapt, dan was je geld als sneeuw voor de zon verdwenen. Dus waterstof heeft de toekomst, maar filter dus wel het kaf van het koor. Gewoon de trend volgen dus en niet tegen de stroom ingaan. Het gemiddelde resultaat van deze methode voor de Nederlandse aandelen was 20,6%. Nou, indrukwekkend toch? De AEX steeg overigens gemiddeld 7% per jaar en de bewegingen waren veel groter, zoals ik zie in de grafiek. Overigens was het rendement met de Amerikaanse aandelen nog veel hoger. Nou, dan nu stap 2, het kopen. Stap 2 bestaat meer uit twee substappen. 1. Selecteer het eerst het instrument, dus aandelen, opties, turbo's, etc. En 2. Kies vervolgens de strategie die bij je past. Het spreiden van verschillende aandelen heeft als voordeel dat de verschillende aandelen tot verschillende momenten het beter doen. Zagen de afgelopen periode dat de grote AEX-aandelen maar weinig rendement opleverden, maar dat de kleinere aandelen van een small cap index en een Nasdaq het juist heel goed deden. Nou, hoe breder de spreiding, hoe stabieler het resultaat. Overigens ziet deze indicator het bij alle onderliggende waarden doet. Nou, hier zien we dus 5 verschillende soorten aandelen, maal 30 aandelen, dus 150 verschillende aandelen. Overal gebruiken we dezelfde software met dezelfde instellingen, een zeer robuuste indicator dus. Via de platform wordt mijn effectenrekening en de effectenrekening van Herbert Robijn gekoppeld aan de effectenrekeningen van de volgers en zij krijgen dus exact hetzelfde resultaat wat Herbert en ik behalen. Ik met aandelen en Herbert met opties. Opties zijn bijzonder interessant omdat je geld kunt verdienen in iedere markt. Je kan geld verdienen in een stijgende trend, in een dalende trend en in een zijwaartse markt. Je weet namelijk vooraf namelijk nooit in welke markt je terechtkomt. En door te spreiden is het truc dus dat we geld kunnen verdienen of de markt nu stijgt, daalt of gelijk blijft. Nou, hoe zorg je nu voor een laag risico? Door gebruik te maken van spreiding en van money management. Nou, money management houdt in, hanteer een vooraf vastgestelde stoploss. En bepaal de grootte van je transactie zo dat je nooit meer dan 1% van de waarde van je portefeuille kunt verliezen. Zorg voor spreiding van je portefeuille en het gebruik van opties voor een zijwaartse markt. Bovendien kun je opties gebruiken voor het afdekken van risico. Door spreiding en het gebruik van money management kun je dus direct starten en loop je direct vanaf de start mee met het resultaat wat wij behalen. De portefeuille wordt dan in één keer gesynchroniseerd. Nou, hoe werkt money management nou? Stel, je gaat uit van een modelportefeuille van 20.000 euro. Spreid dan je kapitaal over 20 posities van 1.000 euro. Gebruik een stoploss van 20%, zodat je per positie nooit meer kunt verliezen dan 200 euro. En deze 200 euro komt overeen met 1% van 20.000 euro. Riskeer dus nooit meer dan 1% van je vermogen per positie. Nou, ik laat je graag aan de hand van cijfers zien wat het effect is van spreiding. Stel, we hebben de keuze uit 3 beleggingen. Belegging A, belegging B en belegging C. Naar welke belegging gaat jouw voorkeur uit? Naar belegging A met in jaar 1 10%, in jaar 2 8% en in jaar 3 13%. Naar belegging B met in jaar 1 20%, in jaar 2 min 20% en in jaar 3 plus 30%. Of C met in jaar 1 0%. In jaar 2 42%, in jaar 3 min 13%. Nou, laat eventjes weten in de chat waar jouw voorkeur naar uitgaat.
Of maakt het helemaal niks uit? Dat is natuurlijk ook de vraag. Hè? Want het gemiddelde rendement is 10%. Dus ja, maakt het dan wel wat uit? Nou, Chris zegt, ik kies voor A. Berry zegt A. Tom zegt A. Nou, dat is ook mijn keuze inderdaad. Nou, de meesten willen namelijk een zo laag mogelijk risico. Hè, dus als je dan gaat kijken, dan zie je de standaardafwijking, die is bij A is veel lager. Hè, dus de standaardafwijking daar is 2%, B 20% en C 22%. Magiel zegt, die stoploss van 20% hanteren we echter niet in de praktijk met betrekking tot de training navigator methode. Ja, absoluut wel. Dat is een van de basisvoorwaarden natuurlijk om dat ook te doen. Dus per aandeel een stoploss van 20%. En die trekken we ook mee omhoog overigens. Wat nu als we gaan spreiden over belegging A en B en C? Dan komen we dus uit op een gemiddeld, hè, overal ook 10%, hè, de belegging D. Gaan we spreiden over A, B en C samen. Interessant is dat het gemiddelde rendement dus overal 10% is, maar het risico door die spreiding over A, B en C lager is. Spreiden zorgt dus voor een lager risico, zonder dat dit het rendement vermindert. Sterker nog, wanneer we 100 euro beleggen en dan jaar 1 10%, jaar 2 8% en jaar 3 13% behalen, dan hebben we na 3 jaar 132,47 euro. Dat is meer dan bij B en C. En bij D is de opbrengst nog hoger, namelijk 133,10 euro. Spreiden kan dus zorgen voor een lager risico met een hoger rendement. Ja, Michiel zegt, maar die leggen we niet vast bij de broker, toch? Nee, klopt, die leggen we niet vast bij de broker. Want ja, dan heb je dus het risico dat je tussentijds wordt uitgestopt. Dus we houden die dus in de software dus zelf vast. Als ze voorkomen dat tussentijds te vroeg worden uitgestopt. Klopt, helemaal ja. Maar we hanteren wel in de software dus wel die stoploss van 20%. Dus die is wel van belang. Klopt, ja. Nou, spreiden doen we dus door gebruik te maken van building blocks. Dus hoe meer spreiding, hoe lager het risico en hoe hoger het rendement. Nou, hoe meer vermogen, hoe breder je dus kunt spreiden. Dus zowel AEX, small cap, dividendaandelen, ETF's op landen, Nasdaq, optiesystemen, et cetera, et cetera. Je ziet dat ieder systeem het goed doet, maar wel op verschillende momenten. Nou, en bedenk je eens, hoe ga je al deze systemen, dat kan wel oplopen tot meer dan 100 aandelen en short strangles, put spreads, et cetera, met de hand volgen? Nou, of alles met één druk op de knop op je eigen telefoon via een app van Finodex. Nou, zijn we nu aangekomen bij punt 3, dus het verkopen. Nou, bepaal vooraf wanneer te verkopen en registreer en evalueer iedere transactie. Nou, die geldt anders gewoon in de AEX-index beleggen. Sinds het jaar 2000 is de AEX-index, dus bijna 20 jaar geleden, van 700 punten, nu beland op het huidige niveau. Dus nou, 20 jaar geleden, als je dan met index beleggen was gestart, nou, dan had je niet veel verdiend. Nou, nog niet zo erg overigens als de beleggers die in de jaren 80 zijn gaan beleggen in de Nikkei-index. De afgelopen 30 jaar daalde de Nikkei-index van bijna 40.000 punten naar het huidige niveau. 30 jaar index beleggen en dus nog steeds niets verdiend. Nou, ik vraag me af hoe lang de beleggers in de Griekse beurs, hoe lang die moeten wachten tot ze hun investeringen hebben terugverdiend. Of denk je van de beleggers in DAF, Fokker, ING of World Online, Imtech, SNS, Fortis, Citeco, ze kunnen al uren doorgaan. Veel beleggers kiezen voor buy and hold in de hoop dat het wel weer goed komt. Maar als het goed komt, kan het wel erg lang duren. En mis je interessante kansen. Nou, voor wie werkt het? Eén klik algotrading werkt voor beleggers vanaf 10.000 euro, maar ook voor 500.000 euro of hoger. Het werkt zowel voor defensieve beleggers, dus inclusief ETF's, als voor de meer offensieve beleggers die kiezen voor bijvoorbeeld Nasdaq-aandelen. Samengevat, het proces bestaat uit het analyseren, wat we kunnen onderverdelen in het kiezen voor een interessante sector, die we vervolgens screenen om het kaf van het koren te scheiden. Bij het kopen kiezen we voor het instrument en de strategie en gebruiken we money management om het risico te verkleinen. Bij stap 3, het verkopen, besluiten we vooraf wanneer we verkopen en evalueren we iedere transactie. Wanneer je jouw rekening koppelt, worden alle transacties ook direct op je eigen rekening uitgevoerd, zodat je dezelfde resultaten krijgt als wij. Nou, dan geheim nummer 2, de nummer 1 reden waarom de meeste particuliere beleggers niet dezelfde resultaten zullen behalen
als professionele beleggers en wat ze eraan kunnen doen. Succesvol beleggen bestaat voor 20% uit techniek en 80% uit mindset. Zo werkt namelijk je onderbewuste. Je onderbewuste wil pijn vermijden. En dat is een heel oud overlevingsmechanisme dat we niet zomaar even kunnen uitzetten. Het gevolg is dat als we op verlies staan, we dan vaak laten doorlopen in de hoop dat het weer beter wordt. We maken onszelf wijs dat het wel weer goed komt. Of dat we gaan verkopen als we weer op de aankoopkoers staan. Nou, stel dat van de 10 transacties, 4 transacties hebt waar je €250 verlies maakt. Dan is je totale verlies €1000. Winst weer verlies is ook weer pijnlijk. Dus van winst nemen is er nooit iemand armer geworden, wordt er gezegd. En je onderbewustzijn fluistert je in om je winst veilig te stellen. Want misschien gaat het straks weer dalen. Nou, stel dat van de 10 transacties je 6 keer vroegtijdig winst neemt van €150. Dan verdien je dus €900. Maar per saldo ben je er €100 bij ingeschoten. En dat is wat er nu precies speelt bij de meeste particuliere beleggers. Nou, je weet misschien niet dat je onderbewuste allerlei beslissingen stuurt en dat je handelt uit angst en pijn vermijden. En dat is de belangrijkste oorzaak dat er geld wordt verloren op de beurs. Wil je geld verdienen, dan zul je tegen je gevoel in moeten handelen. Voor de meeste mensen is dat niet zo eenvoudig. Maar er zijn een tal van hulpmiddelen. Afspraken maken met jezelf. Technische analyse doen en daarop vertrouwen. Werken volgens een bewezen systeem. Maar ook een stop los is ongelooflijk belangrijk. Omdat je daarmee een gouden regel hebt waarmee je geheel tegen je gevoel in kunt beleggen. En omdat je je geld meteen weer kunt investeren. Nico zegt, hoe gaat het met de aankoop van de aandelen op het moment dat je start? Als je ze koppelt, dan wordt gelijk je portefeuille gesynchroniseerd. Dus dan heb je gelijk in één keer ook de portefeuille of de aandelen in portefeuille die wij dus ook hebben. Aandelen en opties dus. Nou, het grootste gevaar bij beleggen is dus de belegger zelf. De Trading Navigator is een heel mooi hulpmiddel om te kijken wanneer moet je kopen en wanneer moet je verkopen. En dat is het moeilijkste in het hele vak. Het is een gigantisch hulpmiddel, maar het is ook ergens moeilijk. Je moet namelijk precies doen wat we hebben afgesproken. Dus een groen pijltje is kopen, een rood pijltje is verkopen. Alleen beleggers zijn eigenwijze mensen en denken altijd dat ze het beter weten. Laat je eigenwijzigheid zitten en kijk gewoon naar de pijltjes en dan kan een kind de was doen. Ik werk bij ING en heb uit die hoedanigheid heel veel cursussen gehad. Je komt zelden zo'n enthousiaste leraar als Harm tegen. Harm is, die kan het goed uitleggen en Harm kan de aandacht vasthouden. En dat is best wel moeilijk. Een 3-daagse cursus is best wel heavy om 3 dagen geconcentreerd te blijven. Om naar iemand te luisteren en Harm krijgt het voor elkaar dat ik de hele dag naar hem luister. Dat vind ik heel erg knap. Mijn naam is Pieter-Jan van der Brink en ik doe mee aan deze 3-daagse cursus, optiecursus van Harm van Wijk. Ja, dus neem verlies wanneer je stop wordt geraakt en laat winnaars zo lang mogelijk doorlopen. Nou, wanneer beleggers op verlies staan, laten ze het vaak doorlopen in de hoop dat het wel weer goed komt. Heb je dat ook wel eens meegemaakt? Het sluiten met verlies doet pijn. Nou, wanneer beleggers op winst staan, dan kappen ze vaak deze winsten af uit de vrees dat de opgebouwde winst weer verdampt. Opgebouwde winst weer zien verdampen doet ook pijn. Ons brein wil pijn vermijden. Dus laten we verliezen doorlopen, zodat we grote verliezen hebben en kappen winsten af, zodat we kleine winsten hebben. Nou, om geld te verdienen moet je het juist omdraaien. Dus kap je verliezen af en laat je winsten doorlopen. Dat betekent dus dat je tegen je gevoel in moet gaan. Cut your losses en let your winners run. En niet cut your winners en let your losses run. Nou, wil je geld verdienen, dan zul je dus tegen je gevoel in moeten handelen. Werken volgens een bewezen systeem. Plan your trade and trade your plan. Volgens Sir Winston Churchill, if you fail to plan, you're planning to fail. Sven zei, er kwam bij een filmpje tussendoor over een 3-daagse cursus. Wat bedoel ik? Ja, dat was met name de boodschap ook die hij gaf van het belangrijkste is, het moeilijkste is aan beleggen, is je aan je systeem houden. Dus dat was in ieder geval de strekking van het filmpje. Nou, volgens een stappenplan, net als een recept. En er volgt dus een voorspelbaar resultaat. Nou, wanneer je een bewezen recept volgt, je weet welke ingrediënten je nodig hebt
en in welke volgorde je deze gebruikt en welk gereedschap je nodig hebt. En dan volgt dan een voorspelbaar resultaat. Wanneer je niet aan het recept houdt en bijvoorbeeld de appeltaart 2 uur in plaats van 1 uur in overzet, dan levert dit dus niet het gewenste resultaat op. Hou je dus aan je systeem. Maar dat is niet zo eenvoudig wanneer je emoties een rol gaan spelen natuurlijk. Waarom kunnen professionele beleggers dit dan beter dan particuliere beleggers? Omdat dit de knapste koppen zijn met de beste informatie? Nee, omdat ze niet handelen met hun eigen geld. Dus zij voelen hier dus minder emotie bij dan wij. Deze professionals hebben bovendien ook coaches en mentors die hen helpen om te leren handelen op basis van hun systeem, hun ratio en niet op basis van hun emotie. Het mooie is dus dat je dus niet alleen zelf die systemen, strategieën of algoritmes hoeft te ontwikkelen. Het moeilijkste deel, namelijk het uitvoeren, kun je ook uitbesteden. Nou, hoe mooi is dat? Het enige dat je dus hoeft te doen is te kiezen welk systeem je wilt volgen en je rekeningen te koppelen aan dat systeem. Het zware werk uitbesteden aan computers en aan professionele beleggers. Nou, dat is te doen, toch? Je hoeft dus zelf het zware werk niet meer te doen. Henk zegt goedemiddag, allemaal wat later helaas. Nou, het wordt opgenomen in ieder geval, Henk, dus je kunt de opname nog terugkijken, mocht je het willen. En ik zie trouwens nog een vraag van Lilian. Waarom kies je voor 1 sector? Is spreiding niet beter? Ja, klopt. Spreiding is inderdaad gewoon beter. Alleen ja, je moet natuurlijk inderdaad wel kiezen. Welke sector, of je kan ook op een andere manier kijken, bijvoorbeeld met de Pech-ratio. Er zijn verschillende manieren natuurlijk om op te spreiden. Dus dat mag je natuurlijk gewoon inderdaad helemaal zelf kiezen, wat natuurlijk het beste bij je past. En wij hebben daar ook een mooie gespreide portefeuille voor gemaakt. Nou, tot slot geheim nummer 3. Hoe ethisch te kopiëren van de andere succesvolle beleggers. Nou, modellering is een krachtig concept dat succesvolle mensen elke dag gebruiken. Je kan proberen zelf het wiel uit te vinden, maar je kunt er ook voor kiezen om te kijken naar mensen die al succes hebben geboekt. Hè, wat kunnen deze mensen hier dan leren? Hè? Wat kun je leren van het bestuderen van hun pad naar succes? Modelleren betekent leren door het gedrag van iemand anders te kopiëren. Mensen modelleren elkaar van nature. Kinderen gebruiken bijvoorbeeld modelleren om te leren veten strikken. En net als kinderen de slechte gewoontes van hun ouders kopiëren, zullen ze ook de goede gewoonten kopiëren. En ook bij dieren komen we dit veel tegen. In 1983 hielden de legendarische grondstofhandelaren Richard Dennis en William Eckert het schildpad-experiment om te bewijzen dat iedereen kan leren handelen. Dennis geloofde dat iedereen kon worden geleerd om de termijnmarkt te handelen, terwijl Eckert volhield dat Richard Dennis een speciale gave had waarmee hij kon profiteren van de handel. Dennis zou een groep mensen vinden om ze regels aan te leren en ze dan met echt geld laten handelen. Richard Dennis geloofde zo sterk in zijn ideeën dat hij de handelaren zijn eigen geld zou geven om te handelen. De training zou 2 weken duren en er kon keer op keer worden herhaald. Hij noemde zijn studenten schildpadden nadat hij zich de schildpadboerderijen herinnerde die hij in Singapore had bezocht en besloot dat hij handelaren net zo snel en efficiënt kon kweken als op de boerderij gekweekte schildpadden. Het Turtle Trading Systeem is een van de meest bekende trendvolgende strategieën. Volgens voormalig schildpad Russell Sands verdienen de 2 klassen schildpadden die Dennis persoonlijk trainen als groep meer dan $175 miljoen in slechts 5 jaar. Een bekende uitspraak van Richard Dennis is: ik zeg altijd dat je mijn regels in de krant zou kunnen publiceren en dat niemand ze zal volgen. De sleutel is consistentie en discipline. De legendarische wiskundige Edward Thorpe vond het tellen van kaarten uit en bewees het schijnbaar onmogelijke dat je de dealer aan de blackjacktafel kon verslaan. Daarna verlegde Thorpe zijn aandacht naar het grootste casino ter wereld, Wall Street. Door wiskundige formules te bedenken en vervolgens in te zetten om de markt te verslaan, luidde Thorpe het tijdperk van kwantitatieve financiering in waarin we vandaag leven. In zijn boek vertelt Thorpe het verhaal van wat hij deed en hoe hij het deed. Veel genieën leggen een aanpak uit in een boek. Het enige dat je hoeft te doen is deze meesterwerken te lezen en het geleerde toe te passen. Veel kennis die we vandaag gebruiken, hebben we geleerd uit boeken. Ja, maar de beurs staat al zo hoog, hoor ik dan vaak. Is dit het hoogtepunt? Gaan we hier nou weer naar beneden? Kijken we tegen een correctie of een crash aan? Allemaal terechte vragen die dus ook
steeds terugkomen. Nou, wat je ook doet, afwachten is meestal niet de beste beslissing. Ja, natuurlijk gaan we een keer onderuit met de AEX, maar om daar nu op te gaan zitten wachten, nou, dat laat wel heel veel kansen aan je neus voorbij gaan. En er is altijd wat te verdienen. Dat zien we aan de resultaten van onze systemen. Tijdens de kredietcrisis van 2007, 2008, 2009 zagen we de AEX dalen van 560 punten naar 190 punten. Door de combinatie van een stop los per positie, waardoor we uitstappen tijdens een forse daling, het spreiden over verschillende strategieën, zoals aandelen en opties, en het spreiden over een groot aantal aandelen, zoals in Europa en de VS, waren we in staat om tijdens de kredietcrisis het kapitaal te behouden. Toen de markt dus weer aantrok, stonden we daarom weer snel winst. Indexbeleggers zagen hun geld halveren en moesten eerst 100% winst behalen om weer op de uitgangspositie uit te komen. Nou, vanaf 1 januari staat deze portefeuille alweer op 35,8% winst. Warren Buffett zei daarom, regel nummer 1, verlies geen geld. Regel nummer 2, vergeet regel nummer 1 niet. Nou, veel mensen realiseren zich niet dat je dan veel moet goedmaken. Als je 10% verliest, moet je 11% goedmaken. Als je 50% verliest, moet je 100% goedmaken om weer op je startpositie te komen. Als je 90% verliest, moet je 900% goedmaken. Regel nummer 1, verlies geen geld. Regel nummer 2, vergeet regel nummer 1 niet. Ik heet Peter en ik kom uit Dongen. Op verschillende manieren al belegd. Ja, het meeste ging toch meer omlaag dan het omhoog ging. Terwijl je eigenlijk belegt om, om koerswinst te halen in plaats van koersverlies te realiseren. Als je gaat beleggen, dan ga je toch altijd op zoek naar een optie of naar een mogelijkheid dat je wel geld verdient en niet dat je geld verliest. Nou ja, je begint ooit bij een bank en bij een bank kom je erachter dat ze zou zeggen van hier worden wij alleen maar beter van, dat het de bank en de medewerkers is en dat de klant daar niks mee te maken heeft. Ik ben nu vanaf maart bezig, is het augustus, zeg maar een maand of 4 bezig. En als ik dan ga kijken dat ik in die tijd al een aardig leuk rendement gemaakt heb als percentagegewijs dan heb je zoiets van, nou, als dit zo door blijft zitten, dan zit ik nu eindelijk eens een keer op de goede weg. Je kunt beter all-in gaan en instappen en kijken wat je ervan leert dan dat je terughoudend afwacht langs de zijlijn. Ja, ik kan alleen maar zeggen, het bevalt me prima. Ik zie even een vraag van Magiel, die zegt de laatste opmerking. Stop los, 3 keer een verlies van 25-30% op posities geleden, want de koers door de stop los ging. Of op donderdag en vrijdag na de sluitende evalueerde. En toen bleek de koers meer dan 20% was gedaald. De volgende maandag verkocht dus met meer dan 20% verlies. Dat is me blij dat ik de regels gevolgd heb. Ja, kijk, het belangrijkste is denk ik dat je... Want er zitten altijd voor- en nadelen aan een methode. En ik ben met je eens, als je ze bij de broker inlegt, hè, dan heb je een redelijk grote kans dat je op 20% wordt uitgestopt. Probleem is alleen dat als de koers dus met een koersjaad opent, hè, dus ineens 30% lager, ja, dan kun je zeggen, ik heb een stoploss van 20%. Maar dan nog word je op dat moment dan, blijf je niet beperkt tot die 20%. Ik zie in de praktijk namelijk vaker gebeuren dat tussentijds die stoploss wordt getest. Dus ga je 20% naar beneden, zou je dus bij je broker zijn uitgestopt. En vervolgens zie je de koers dan weer omhoog gaan. Dus dan word je te vaak op het verkeerde been gezet. Dus te vaak vroegtijdig uitgestopt. Dat is dus zeg maar de ene kant van de medaille. De andere kant is inderdaad gewoon dat je dan soms ziet dat je wordt uitgestopt. En dat het nog iets verder doorzakt. Maar mijn ervaring is, op basis van mijn onderzoek, blijkt gewoon dat dit de beste manier is. Het is een vrij land. Hè, dus jij mag het gewoon ook op een andere manier natuurlijk gewoon doen. Maar dit is in ieder geval mijn ervaring en hoe ik het in ieder geval heb onderzocht. Dus ik hoop in ieder geval dat het zo snel mogelijk in ieder geval niet meer door die stop losgaat. Maar goed, het is en blijft natuurlijk gewoon een risico. Aandelen bewegen nu eenmaal. Maar onderaan de streep weet dat je gewoon een heel mooi resultaat houdt. Dus Michiel zegt dank voor je uitleg. We houden vertrouwen. Mooi, hartstikke goed. Dat is in ieder geval het allerbelangrijkste. Mag ik je wat vragen? Als je volgt wat ik heb laten zien in geheim nummer 1, dat beleggen niet moeilijk is. Het is gewoon een stappenplan en je doet wat ik heb laten zien in geheim nummer 2. En je volgt gewoon de stappen en gebruikt je verstand in plaats van je emotie. En je zou precies doen wat de succesvolle beleggers doen.
Bijvoorbeeld door jouw rekening te koppelen aan die van succesvolle professionele beleggers, denk je dat je dan succesvol kunt zijn? Nou, oké. In het afgelopen 40 minuten hebben we het gehad over de 7 stappen die je moet zetten om van een passief inkomen te kunnen genieten. Dus eerst het analyseren. Bij stap 1 het kiezen van een interessante sector. Stap 2 het scheiden van het kaf en het koren. De aandelen die in een dalende trend zitten en het koren de aandelen die in een stijgende trend zitten. Het volgen van het spoor van de grote olifanten. Dus de succesvolle beleggers. Die te vervolgens het kopen. En dan bestaat er 3 stappen dus weer. Kiezen van het juiste instrument. Dus aandelen, opties, et cetera. En stap nummer 4. Het kiezen van een strategie. En stap 5. Het toepassen van money management. Zodat je niet meer risico loopt dan 1% van de waarde van je portefeuille. En naar het verkopen bij stap 6. En het sluiten van de positie. En stap 7. Het evalueren. Nou, wie vond dit interessant? Nou, en daarna hebben we het gehad over geheim nummer 2. Over mindset, over emotie, over het verschil tussen particuliere beleggers en professionele beleggers. En het grote verschil voor de meeste particuliere beleggers. Nou, gelukkig is dit dus eenvoudig op te lossen. Roel die zegt, als je met de trainingverketen werkt, geef deze dan niet eerder een verkoopsignaal aan voordat de stoploss van 20% bereikt is. Jawel, als er dus een sprake is van een dalende trend. He, dus dan krijg je op dat moment ook een verkoopsignaal als de trend niet langer meer stijgen, maar dalend is. Dus er zijn 2 manieren om in te stappen. Dus bij een koopsignaal of een re-entry signaal. En uitstappen doen we op 2 manieren. Of bij een verkoopsignaal of wanneer de stop los is doorbroken. Dus dat zijn 2 manieren om in te stappen en 2 manieren om uit te stappen. Even, dan hebben we stap nummer 3. Geheim nummer 3. Geheim nummer 3, dus het modelleren en ethisch kopiëren van de succesvolle beleggers door te kijken wat de succesvolle beleggers hebben gedaan en precies doen wat zij doen, bijvoorbeeld het koppelen van jouw rekening aan hun rekening. Nou, super simpel, toch? Nou, wie is er enthousiast over waar we net over hebben gehad? En wie voelt zich nu een beetje zoals dit meisje? Dus dat je het afgelopen uur geprobeerd hebt om te drinken uit een brandslang. Nou, dat snap ik, want het is ook onmogelijk om in een half uur alles te bespreken wat nodig is om succesvol te zijn met beleggen. Maar ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk te behandelen. Nou, is het goed dat ik nog een komende paar minuutjes nog iets vertel over hoe ik je kan helpen om het te implementeren? Nou, typ het dan eventjes in de chat. Michiel zegt, als ik hier nu aan mee wil doen, moet ik dan mijn huidige portefeuille verkopen? Nee, hoeft niet, want je kunt op dat moment gewoon synchroniseren met de positie die wij hebben. Dus ja, als jij die positie al hebt, dan blijft die gewoon in portefeuille. Als je zeg maar andere posities hebt die wij niet in portefeuille hebben, blijven ze gewoon in je portefeuille. Dus die gooien we er dan niet uit. Dus je hoeft daar niks aan te doen. Tom zegt naar aanleiding van de opmerking van Roel, is instap en uitstap bij Maxim 24/7 mogelijk? Nee, want de beurs is natuurlijk gesloten. Nederlandse aandelen natuurlijk tussen 5:30 en 9:00. En de Amerikaanse markt is natuurlijk alleen maar open van 3:30 tot 10:00. En het weekend zijn ze natuurlijk ook niet open. Dus je kan in het weekend en de avonduren natuurlijk gewoon niet handelen. Maar dat hoeft ook niet. Hè. Dat hoeft ook geen 24/7 hoef je dat ook te doen. Dus Berry zegt zekers. Mooi. Nou, hartstikke goed. Het is overigens prima als je het niet wilt. Hè. Ik weet al hoe ik moet beleggen, maar het gaat niet om mij. Het gaat om jou. Nou, de BFM-portefeuilles zijn er vanaf €10.000. Er zijn diverse modelportefeuilles, bijvoorbeeld de Nasdaq of Europa, met diverse aandelen, opties of aandelen en opties. Nou, we maken dus gebruik van de Trade Navigator voor de aandelen en van de algoritmes van Finodex voor de optiestrategieën zoals short strangles en put spreads. De kracht zit dus in de combinatie van zowel aandelen als optiestrategieën. Nou, we hebben al gezien hoe belangrijk het is om te spreiden. Denk even terug aan het rekenvoorbeeld over spreiding. Op basis van je startkapitaal kan je dus kiezen. Kies bijvoorbeeld voor de 10k, de 25k, 100k, 250k of 500k. Bovendien kan je dus bij 25k kiezen voor bijvoorbeeld US, small cap, Nederland of alleen maar aandelen. Nou, alleen maar aandelen heeft dus wel een hoger risicoprofiel, maar er staat een gemiddeld rendement tegenover van 28,8% per jaar. Nou, dit zijn de verschillen met vermogensbeheerders. Ten eerste zijn wij geen vermogensbeheerder.
En we combineren jarenlange ervaring met innovatieve technologie. We hebben simpelweg een aantal zeer goed doordachte en geteste trainingssystemen die het goed blijken te doen. We werken met ingebouwde risicobeheersing door tijdig het nemen van winst en verlies. En we vermijden emoties. Onze trainingssystemen zijn volledig mechanisch. We zijn niet afhankelijk van wie of wat dan ook. En we verdienen niet aan extra transacties. We beleggen met ons eigen geld in onze eigen trainingssystemen. En het allerbelangrijkste verschil, wij werken aan uw rendement en u houdt volledig de controle. We werken met abonnementen op de koop- en verkoopsignalen van één of meerdere BFM-portefeuilles. Altijd inclusief automatische orderuitvoering. Het abonnementstarief is een vast bedrag, onafhankelijk van een aantal signalen en exclusief de scherpe transactiekosten van de broker. Je betaalt dus geen beheerkosten, omdat we geen vermogen voor je beheren. Nou, we werken met abonnementen op koop- en verkoopsignalen van één of meerdere portefeuilles. Altijd inclusief automatische uitvoering dus. Nou, al het rekenwerk is gedaan en de BFM-portefeuilles zijn actief. Nou, stel, de rendementen spreken je aan en je doet mee met 10.000, 25.000, 100.000, 250.000 of 500.000. Dan ontvang je dus de koop- en verkoopsignalen op je telefoon. Je accordeert de transactie en klaar. Verder hoef je dus niks te doen. Alles gaat automatisch. Het enige wat je hoeft te doen is te kiezen welk systeem je wilt volgen en je rekening te koppelen aan dat systeem. Je kan diverse rekeningen koppelen, zoals Bink, Maxim, Traders Only, CapTrader, Today's Brokers. Het zware werk kan je uitbesteden aan snelle computers en aan professionele beleggers. Nou, je hebt dus de dure vermogensbeheerders, de dure beleggingsfondsen, adviesdiensten, researchrapporten, RTZ, Bloomberg, BNR, etc. allemaal niet meer nodig, wat je enorm veel geld bespaart. Nou, dat heb je als eerste verdiend. Nou, het spaart niet heel veel tijd en geld, maar zorgt ook dat je dezelfde rendementen dus haalt als de professionals. Nou, toen wij bezig waren om een goed systeem te vinden, liepen wij tegen allerlei problemen op. En we moesten iets bedenken hoe we alle aandelen op een objectieve manier moesten analyseren en algoritmes moesten ontwikkelen die de meest kansrijke aandelen konden vinden en de optieposities snel konden doorrekenen. Dus daarom moesten we hiervoor deze algoritmes zelf ontwikkelen. Nou, wij hebben deze problemen voor je opgelost. Zou je deze algoritmes ook willen gebruiken? Nou, het heeft ons veel tijd en geld gekost om een efficiënte manier te vinden. Maar ik wil niet dat jij opnieuw het wiel moet gaan uitvinden. Nou, ik heb hier al bewezen resultaten mee geboekt. En ik wil graag jou ook laten profiteren door je rekening te koppelen aan mijn rekening. Nou, klinkt goed niet? Nou, wanneer je deze tools gebruikt, spaar je niet alleen de tijd en geld uit die ik heb geïnvesteerd om het te ontwikkelen. Maar je spaart ook maanden of jaren en veel geld uit, omdat je het de eerste keer gelijk goed doet. Je hoeft niet te gissen en te missen, dus geen trial and error dus. Het is statistisch onderbouwd en je legt goed uit hoe je tot het systeem bent gekomen. Het is voor iedereen geschikt, voor beginners, maar ook voor mensen die veel ervaring hebben, schrijft René Luchtenburg. Nou, als je hiermee jaar in jaar uit structureel een hoger rendement behaalt, zou dit dan interessant zijn? En als je hiermee je risico's fors verlaagt, zou dit dan interessant zijn? En als je hiermee meer rust krijgt, zou dit dan interessant zijn? En als alleen maar ze zorgen dat je je portefeuille in 5 minuten per week zou kunnen beheren, zou dit dan interessant zijn? En als alleen maar ze zorgen dat je dezelfde rendementen kan behalen als de professionals zonder zelf het zware werk te hoeven doen, zou dit dan interessant zijn? Nou, als je 30% bijvoorbeeld zou verdienen met 25.000 euro, dus 7500 euro rendement, zou het dan slim zijn om hier bijvoorbeeld 2000 euro voor te betalen. Nou, alles na maand 3 zou dan pure winst zijn. Nou, de echte kosten zijn dat je net als 90% van de particuliere beleggers niet succesvol bent, of het uitbesteedt aan dure fondsmanagers, die in 96% van de gevallen de index niet verslaan. Nou, je hebt wel gezien waarom het 2000 euro waard is, maar omdat je vandaag deze hele training hebt gevolgd, doe ik je een heel bijzonder aanbod. Begin vandaag gratis. Meld je aan voor de 25k US portefeuille op www.beleggen.com/start. Na 1 maand stopt dit abonnement automatisch en kan je desgewenst verlengen voor 97 euro per maand, 997 euro per jaar of 1747 euro voor 2 jaar. Nou, als we het even in perspectief plaatsen, voor maar een paar euro per dag heb je er dus geen omkijken meer naar.
Je investering van 500.000 euro wordt volledig op de automatische pillow belegd. En omdat je jouw tijd vandaag hebt geïnvesteerd en je hebt bewezen dat je het resultaat echt wilt, hebben we dus een speciaal aanbod gemaakt, speciaal voor deze training. Nou, als je een beleggingsadviseur, een fondsmanager of een vermogensbeheerder inhuren, dan zou het je een veelvoud kosten. En de vraag is, hoeveel rendement zij dan voor jou behalen? Maar ter introductie kan je dit dus geheel gratis uitproberen. Als je op zoek bent naar een andere portefeuille of een ander bedrag, geen probleem. Boek dan simpel een belafspraak met een van de medewerkers van Finodex. Selecteer de datum en tijd wanneer het beste uitkomt. En tijdens deze belafspraak inventariseren we of en hoe we je zouden kunnen helpen en wat het beste bij je past. Geheel vrijblijvend en kosteloos natuurlijk. Op dit moment heb jij twee keuzes. De eerste keuze is om niks te doen. Nou, als je niks doet met de informatie die je hebt geleerd in de afgelopen 50 minuten, wat krijg je dan? Niks. En zou het niet een beetje zonde zijn van je tijd? Of je kunt ervoor kiezen om de sprong te wagen. Probeer het uit en kijk of het voor je werkt. De enige manier om te weten of dit iets is voor je, is om te starten of een afspraak in te plannen. De echte vraag is, is het het risico waard om een paar minuten van je tijd dit uit te proberen? Ja, al zou het maar de helft doen wat ik heb beloofd vandaag tijdens deze training, dan betaalt het al voor zichzelf. Nou, de afgelopen maand behalen we dus een rendement van 3,5%. Nou, laat je dit de volgende maand opnieuw liggen. Nou, let op, het abonnement stopt automatisch, dus wat heb je te verliezen? Goed, we zijn nu toegekomen aan de vragen. Even kijken, ik zal even omhoog scrollen. Nou, ik heb een aantal gemist, zie ik. Als ik hier aan mee wil doen, Harm, moet ik dan mijn huidige portefeuille kopen? Nee, die had ik al gehad trouwens. Tom, een aanmerking opmerking van Roel. Is instappen, uitstappen, maximum 24/7 mogelijk? Nee, dat is wel tijdens de beurs inderdaad. Even kijken. Magiel zegt, zijn er kosten verbonden aan deze koppeling? Dus gewoon een abonnementstarief. Daar zit dus gewoon alles bij in. Hè? Dus je hoeft niks niet apart te betalen voor de koppeling. Dus de transacties, de koppeling. Dus alles zit dus gewoon bij dat abonnementstarief in. En de eerste maand kan je dus op die manier gewoon gratis uitproberen. Of dat bevalt en daarna kun je dus kiezen van of je dat wil verlengen of niet natuurlijk. Lilian zegt, maakt het uit bij welke bank broker zit met Trade Navigator? Nee, maakt niet uit. Hè. Dus we hebben met verschillende brokers een koppeling. Dus wat je zag bij Maxim, bij Traders Only, bij Todays. De verschillende brokers die dus op het overzicht stonden. Hoe werkt het dus concreet met de Trade Navigator? Nou ja, alle transacties die ik dus doe met de Trade Navigator in mijn portefeuille, die zie je ook direct terug via platform in je eigen portefeuille. Dus je krijgt een berichtje op je telefoon. Je kan er dan voor kiezen om het gelijk te accorderen of te zeggen, nee, ik doe niet mee. Dat kan natuurlijk ook. Hè, die vrijheid heb je natuurlijk ook altijd. Of op die manier houden ze gewoon volledig controle over wat er dus gebeurt in je portefeuille. Dus gewoon één en klik op je scherm en het is dus gebeurd. Roel zegt, als de Trade Navigator al een verkoopsignaal aangeeft, dan zal dat eerder zijn dan de bewuste 20% stop los, dan het verlies lager zijn. Hoeft niet per se. Als ze namelijk een forse daling hebben, bijvoorbeeld 25%, dan ga je door de stop los. En dan kan het zijn dat we pas de week daarna een verkoopsignaal krijgen, omdat dan de week of de koers dan nog verder is gedaald. Dus de ene keer is de stop los eerder, de andere keer is het verkoopsignaal eerder. Magiel zegt, maar er zijn wel transactiekosten van Maxim bijvoorbeeld, toch? Ja, klopt, die zijn er wel. Dus overigens natuurlijk niet dat is niet de wereld. Hè. Je betaalt bij Maxim 1,8 euro, dat is 1,80 euro. Voor een aandelentransactie. Dus dat is natuurlijk niet wereldschokkend natuurlijk. Dus ik krijg via Telegram de signaal door en hoef alleen maar mijn oké te geven. Hoe snel moet ik oké geven? Je krijgt dus niet via Telegram. Hè. Dus Finodex heeft dus een aparte app ontwikkeld voor de mobiele telefoon. Dus voor Android en Apple. En die installeer je dan en dan krijg je dus een signaal op het moment dat wij dus een transactie doen.
Je kan er overigens ook voor kiezen, mocht je dus zeggen van ik wil dat, of kan dat niet, en je zegt van hoe snel moet ik het oké geven. Dat maakt in principe niet uit, want wij handelen natuurlijk gewoon één keer per week. Dus dat is niet dan ook wereldschokkend als je dan iets later bent. Maar je kunt er zelfs ook voor kiezen. Je kan hem ook bevestigen via e-mail. En dan zou je bijvoorbeeld een reply, automatische reply in kunnen stellen. Dat als je een berichtje krijgt van Finandex, dat die automatisch een auto-reply geeft. En hoef je dus zelf er helemaal niet meer aan te pas te komen. Dus dat kan. Dat is dan iets wat je dan zelf, dan moet je ook volledig op vertrouwen dat wij het allemaal gewoon netjes doen. Nee, dat je het niet meer zelf gaat controleren. Maar de basis is in principe dat je het gewoon zelf accordeert. Maar je kunt ervoor kiezen om het er gewoon direct te laten doorschieten naar je order. Ja. Roel zegt, Trezoni bestaat niet meer, is links geworden. Nou, ze bestaan volgens mij nog wel. Ze gaan er wel in over, inderdaad. En met links zijn we nog wel in gesprek. Maar dat is in ieder geval nog niet afgerond. Maar er zijn in ieder geval genoeg brokers. En ja, er komen ongetwijfeld nog nieuwe brokers allemaal bij. Michiel zegt, achteraf is het makkelijk praten, maar ik had het graag geweten toen ik me bij je aansloot, want dit lijkt me veel mooier en makkelijker. Het is iets wat we natuurlijk al geruime tijd aan het ontwikkelen zijn, maar we hebben eigenlijk besloten om daar nu pas mee naar buiten te gaan, omdat het nu gewoon echt helemaal af is. Dus daarom ook gewoon ter introductie. Ja, dat is soms gewoon eventjes lastig natuurlijk. Maar het is in ieder geval iets wat we nu gewoon aanbieden. Omdat we zeggen van ja, we hebben het nu gewoon. Het is nu gewoon af, het is nu gewoon klaar. We werken onder andere dus bijvoorbeeld met zaken als dat als je een order ingeeft of een optie, dan heb je te maken met een strategy order. Hè, dus de order wordt dan in zijn totaliteit uitgevoerd. Dus als je een short put spread doet, gaat het dus niet als losse opties wordt die verstuurd. We hebben bijvoorbeeld ook gewoon met dynamic limit orders hebben ook geïmplementeerd. Dat betekent dat als er een transactie plaatsvindt, wordt het niet gewoon maar wild op de markt gegooid. En er wordt gekeken naar wat is de biedkoers, wat is de laadkoers. En daar gaat het algoritme dus tussenin handelen. En dat zorgt er dus voor dat je dus een betere prijs krijgt. Nou, dat zijn allemaal verbeteringen die we allemaal hebben doorgevoerd in de afgelopen periode. En nu zeggen we na jaren ontwikkelen van oké, we zijn er nu klaar voor. Dus ja, nu komen we er dus mee naar buiten. Dus ik ben met je eens. Het is inderdaad, denk ik, voor heel veel mensen makkelijker. Maar sommige mensen kiezen er dus gewoon voor om het zelf te doen. Maar ik hoop in ieder geval toch zoveel mogelijk mensen op deze manier ook hiermee te kunnen helpen. Nico zegt, kan het ook voor 10k? Ja, dat kan ook voor 10k. Dus dan is het makkelijk om eventjes contact op te nemen met via belegger.com/bel. Dan kun je even een afspraak inplannen met Finandex. En dan kunnen ze ook bij helpen. Michiel zegt, ik heb al €900 geïnvesteerd in training verkeerde methode. Kan die in mindering gebracht worden? Daar kunnen we zeker wel eventjes over praten. Mocht je zeggen van, ik wil toch overstappen van de training verkeerde methode naar dit systeem, dan komen we daar gewoon zeker uit, Michiel. Dus dat is geen enkel probleem. Lilian zegt, wat is de beste broker? Dat hangt een beetje van jouw situatie af. Op basis van het brokeronderzoek wat we hebben uitgevoerd en wat we nu weer aan het uitvoeren zijn, is dat Maxim. Onder andere vanwege de lage transactiekosten, wat ik al zei, €1,80. Bij Bink betaal je bijvoorbeeld €8 per transactie. Dus daar zitten wel wat verschillen in prijzen. Als ik zou moeten kiezen, dan zou ik kiezen voor Maxim. Berry zegt, ik zit te denken aan 50k, ook een eerste maand gratis en vervolgens twee keer contributie. Dat moet ik eventjes overleggen met Finandex, maar ik denk dat dat wel gaat lukken, Berry. Maar Max, wat ik al zei, eventjes contact te nemen met belegger.com/bel. Volgens mij is Daniel hier ook, dus misschien dat Daniel daar ook op kan reageren om te kijken of dat kan. Want dat is iets, het gaat buiten mij om allemaal. Hè, dat doet Finandex, dus ik kan wel allerlei mooie dingen gaan doen, zeggen. Maar Daniel, die kan. Daniel zegt, kijk, 50k is uiteraard mogelijk. En zeker ook de eerste maand gratis. Kijk, nou, dankjewel Daniel. Dat is in ieder geval super.
Dus ik denk, voordat ik zometeen allerlei dingen ga beloven die ik niet kan waarmaken. Dankjewel in ieder geval, Daniel. Even, Luc zegt, ik heb Interact of Brokers, kan het ook gekoppeld worden? Dat denk ik wel, maar misschien dat Daniel dat ook gelijk kan beantwoorden, nu die hier toch zit. En Liang zegt, werkt de koppeling ook voor een zakelijke rekening? Ja, dat volgens mij wel. En anders hoor ik het ook weer van Daniel graag. Het is toch handig dat ik Daniel ook vandaag er ook bij heb. En Lina zegt, wat is er nog meer mogelijk behalve de maand gratis? Meer kennis, wat coaching voor als je beginner bent. Nou, je wordt gewoon hier wel bij begeleid. Dus wat dat betreft denk ik gewoon dat je hoeft je geen zorgen te maken. Je wordt gewoon begeleid bij het koppelen van je rekening. Dus dat is geen enkel probleem. Hans zegt, aldoende leert men. Ik denk dat er een veel betere optie is, Harm. Het is voor 2 jaar €97. Dat is 50% duurder geworden. Even kijken hoor. Aldoende leert men, denk ik, dat dit een veel betere optie is. Het is voor 2 jaar €97. Ik snap die niet helemaal. En voor 2 jaar was het, even kijken, €1.747. Dus als je dat dan deelt door, nou, laten we zeggen 365 keer 2 is zeg maar 730 dagen. Dan kom je dus uit op 1747 gedeelde 730 is €2,39 per dag. Dus volgens mij is dat niet duurder geworden. Lijkt mij in ieder geval niet in ieder geval heel erg duur. Berger zegt, kun je het altijd ophogen naar een hoger pakket? Ja, dat kan. Dat is ook geen enkel probleem. En even kijken, Roel zegt, het platform van Maxim voor opties is niet eenvoudig. Misschien kunnen jullie daarover een seminar organiseren. Ja, dat doen we regelmatig. Ja, die kun je ook terugvinden bij de agenda. Dan zie je ook de opnames. Dus hebben we voor beginners, maar ook voor gevorderden, hebben we regelmatig daar webinars over. Onder andere door Jan Robert, door Harry Klip, door Raoul en Menko. Er zijn verschillende experts die daar mooie webinars over geven. Maar Giel zegt, mooi Harm, ik wil graag aan dit systeem meedoen. Wat moet ik doen in verband met de eerste investering? Ik wil je dan wel aanbieden om dan 50% korting, dus dan krijg je 50% korting zeg maar, op dit systeem voor het eerste jaar. Denk ik dat je daar wel mee geholpen bent, lijkt mij in ieder geval. Omdat je natuurlijk gewoon trainer en vergeten klant bent. En gewoon zeggen, ik had het eigenlijk gewoon liever vooraf geweten dat het ook gewoon tot de mogelijkheid behoorde. Tom zegt, dat geldt ook voor mij misschien. Oké, nou, dan voor jou in ieder geval ook dat aanbod, Tom. En Michiel zegt, prima Harm, tevreden met deze deal. Nou, hartstikke mooi, super in ieder geval om te horen. Ja, ik bedoel, we moeten gewoon kijken hoe we zo goed mogelijk mensen kunnen helpen. En ik snap heel goed dat je gewoon zegt van ja, ik heb het liever inderdaad gewoon volledig op de automatische piloot. Het voordeel hiervan is dus nu wel dat je dus wel snapt hoe dit systeem werkt. Hè? Dus wat dat betreft hoef je je minder zorgen te maken over de transacties. En dat is natuurlijk wel het voordeel. Maar je weet nu in ieder geval hoe het werkt en dat het vervolgens heb je er geen omkijken meer naar. Maar dat is natuurlijk wel ten opzichte van bijvoorbeeld een vermogensbeheerder of een fondsmanager. Dat is gewoon een black box. Hè? Dus je weet niet wat die aan doen zijn. En dan weet je van ons in ieder geval wel precies wat wij dus doen. Dus dat is in ieder geval. Michiel zegt ja, dat vind ik zeker een voordeel. Mooi. Nou, dan hopelijk is het in ieder geval een goede oplossing. Dan weet je hoe het werkt. En je krijgt in ieder geval nog een heel mooie 50% korting voor het eerste jaar in ieder geval erop. Dus mooi, hartstikke goed. Als er verder geen vragen meer zijn, dan stel ik voor om af te gaan ronden. Ik zie dat het al 10:55 is inmiddels. Roel zegt, ik heb nu een lopend abonnement bij jou. Kan ik overgaan op dit systeem? En zo ja, onder welke voorwaarden? Ik ben nu met het huidige systeem niet succesvol. Ook wat mij betreft gewoon hetzelfde aanbod. Dat je gewoon 50% korting krijgt voor het eerste jaar. Dan hopelijk kunnen we je daarmee weer heel snel op de rit gaan krijgen. Dirk zegt bedankt Harm. Graag gedaan Dirk. En mocht je overigens later nog vragen hebben, je kan altijd via beleggen.com/bel een afspraak inplannen bij Finodex. Je kan natuurlijk ook contact opnemen met ons natuurlijk hè, via 035-737-0440 of een mailtje sturen naar info@beleggen.com of natuurlijk gelijk gaan starten en zeggen van hey, ik laat deze kans niet aan mij voorbij gaan. Nee, ik kan gewoon gratis starten. Ga dan naar beleggen.com/start. Ik zal het ook eventjes
Even checken of die linker goed werkt. Dus beleggen.com en dan ook /start. Spannend of die het doet. Ja, gaat volgens mij goed. Dus zullen we ook eventjes nog even in de chat eventjes plakken. Even kijken. Ja, in de chat. En dan zal ik die link ook eventjes hierin plakken. beleggen.com/start. Even kijken. Dirk zegt bedankt. En Frans zegt wederom bedankt. Harm, blijft allemaal heel interessant. Mooi, hartstikke goed Frans. Super om te horen. Edith zegt bedankt voor alle info. Wij gaan het eens bekijken. Super. En Hans zegt bedankt Harm. Harm, goede verbetering van het abonnement. Mooi. Super. En Lilian zegt, ik ben geïnteresseerd. Hoe gaat het nu verder? Nou, afhankelijk van, kijk, als je gelijk wil starten, dan ga je naar beleggen.com/start. Als je zegt van, ik wil eerst nog eventjes nog wat vragen, of misschien kijken of ik een andere portefeuille, dan is het handig om eventjes een belafspraak even in te plannen, beleggen.com/bel. En dan kunnen we je gewoon helpen. Dus dat is eigenlijk de makkelijkste manier om het, hoe nu verder te gaan. Even kijken. Michiel zegt, ik plan een belafspraak in. Super, hartstikke goed. En Nico zegt, bedankt voor de info. Graag gedaan. En Berry zegt, geweldig. Kijk, nou, dat horen we in ieder geval heel graag. Dus, nou, super. Dan zou ik zeggen, maak er in ieder geval een hele mooie dag van, week van, maand van. En dan zijn we weer de volgende keer. We hebben in ieder geval nog een aantal mooie lunchwebinars gepland. We hebben nu... Even kijken, het is vandaag natuurlijk de eerste van de maand. Morgen hebben we trainen met Harry en Jan Robert. En vrijdag hebben we ook een interessante over op zijn Amerikaans investeren voor total return, dividend plus koerswinst door Fred Hendricks. Dus, en maandag ben ik er weer, alleen niet om 8:00 ochtends, even met het tijdsverschil in Mexico, anders moet ik al heel vroeg mijn bed uit. Dus dat maken we een lunchwebinar van de komende periode in ieder geval. Dus dat doen we om 12:00. Dus kun je ook uitslapen, mocht je willen. Dan zit ik in ieder geval in Mexico. Michiel zegt, jij ook een mooie dag. Dankjewel, Michiel. En Liang zegt, link voor deze presentatie graag. Oh ja, die zou ik ook eventjes delen. Heel goed. Even kijken, dan ga ik naar... Even kijken, mijn Dropbox, daar had ik hem opgeslagen. Dan ga ik daar eventjes een linkje maken. En dan ga ik eventjes naar de chat. En dan plak ik even het linkje van de Dropbox erin. En als je daarop klikt, dan ga je naar dropbox.com. En kun je daar de presentatie vinden en downloaden. En die heb je in ieder geval dus op deze manier ook. Mooi, hartstikke goed. Lilian zegt, veel plezier in Mexico. Dat gaat zeker lukken. Tenminste, dat neem ik aan dat het gaat lukken. Ga ik in ieder geval mijn uiterste best voor doen. Ik moet even in quarantaine voordat ik Amerika in mag. Dus dan gaan we eventjes weer naar Mexico. Ja. Dus ik ga daar eventjes daar maar eventjes aan het werk. Maar ja, dat is eventjes wat onpraktisch met 7:00 tijdsverschil. Maar goed, het is even niet anders. Dus dat komen we ook alweer overheen waarschijnlijk. Dus goed, iedereen in ieder geval een hele fijne dag gewenst. En ik zou zeggen, als je een belsmaak inplant met Daniel, doe hem de groeten. Of met Herbert, of met Mariette, of met wie dan ook. En als je nog vragen hebt voor ons, dan weet je ons in ieder geval ook te vinden. Dus Sven zegt, veel plezier in Mexico. Ik ga het boek lezen en waarschijnlijk starten. Mooi, super. Ja, ik zou gewoon zeggen dat waarschijnlijk gewoon weglaten. Ik ga starten. Gewoon doen. Dat is de enige manier om resultaat te krijgen. Dus heel veel succes gewenst in ieder geval. En tot de volgende keer.